Hey yo kijkers van Shadowgames23, ik ben Ronald en vandaag hebben we jullie een nieuwe aflevering van Orcs Must Die en wij gaan vandaag een verdomd moeilijk level doen. Nu gaan de levels echt tricky worden, we zijn nu bij lunchbreak, we moeten al deze fancy levels nog doen. We zijn al best wel op een eind eigenlijk. Maar goed, lunchbreak dus, het is echt wel erg moeilijk. We hebben vandaag de Steel Wall Blades gekregen, dat zie ik nu pas. Maar in ieder geval, we gaan vandaag dus een heel erg moeilijk level doen. Ik ben benieuwd hoe dit zal gaan. Nou ja, you've been granted wallblades dus. Eens even kijken. Ik heb hier al wat proeven op gedaan en zo. Alleen het werkt helemaal niet goed. Dus ik weet maar niet wat ik precies hier moet gaan doen. Maar we doen dit. Er zijn geen nieuwe enemies bijgekomen. Oké, dat is in ieder geval nice. Even kijken. Dan gaan we de blade ding erbij doen. Dat is altijd nice. Ik wil sowieso torch traps, die dingen, wallblades. En wat zullen we doen? Poison spike traps. We gaan oldschool. We gaan gewoon oldschool. Ja. Oh, wacht, die moet verkocht worden. Nee, die moet ook verkocht worden. Oké, goed. That seems quite good. Goed zo. Poison spike traps. Eerst had ik wat andere meuk uitgeprobeerd. Maar dat werkt allemaal niet, dus ik ga hem gewoon eens kijken hoe dit allemaal werkt hier. Oké. Op een gegeven moment gaan deze beiden ook gewoon, maar dan ga ik wel tar traps plaatsen ofzo. Ik weet niet wat ik hier allemaal ga plaatsen, maar... Dan gewoon iets van barricades of zo. I don't know. Wauw, nu al de next wave. Oh my god, dat ging wel heel snel. Oh ja, we moeten nu hier iets doen. Laten we hier een tar trap plaatsen. Dan kan ik ze snipen. We gaan hier naar de frontlinie. Zo even lekker sprinten zo. Komen ze van boven. Are you shitting on my tits? I don't like that very much. Oh mijn god, er wordt hier op mijn ingehakt. Dit is niet leuk meer. Oh god, wat? Nee. Hey, we gaan niet dood vandaag, jongens. Wat? Oh. Nee, joh. Als ik nu al... Fucking hell, hè. Goed. Dit is prima. Kijk, down below. Kijk, nu worden ze hier al langzaam en kan ik ze hier tegenhouden. Ik moet ze zo lang mogelijk proberen te killen. Het gaat ook allemaal om goed schietwerk. Hè? Zoveel mogelijk headshots ook krijgen. De langs. Oké. En schiet. Oké. En kijk, dat doet wel damage op ze. Tenminste, ik denk dat dat damage doet. Ik weet het niet zeker natuurlijk, maar... Maar ik ben aardig gespannen, want het is een heel moeilijk level. Maar ik vind wel dat wij het nu op dit punt heel goed hebben gedaan. We zijn wel dood gegaan, maar dat kwam ook een beetje door een faalactie van mij natuurlijk. Maar ja, dat doet er nou op dit moment even niet toe. We gaan wat van die dingen hier plaatsen, gewoon omdat het mij heel erg verstandig lijkt om te doen. Unleash the Horde. Boven naar beneden. Oké, van boven. Dan kan ik ze makkelijker snipen natuurlijk. Oké, damage. Doe maar lekker damage. Goed. Ik wil eigenlijk deze hele weg vol hebben met van die traps en alles. Oké, goed. Clear. Wacht, kan ik kaatsen met het zwaard? Seems like it. Wow, dat gaat wel goed. Ronde 4 en we hebben nog niet echt iets van de rift verloren.
wel health en zo, maar. Natuurlijk hebben we health verloren, is logisch. Er zijn nog een paar van die idiote sniper orks over, haha. Ah ja, Andries de Hoort dan ook maar even die potion oppakken. Kom zo even deze kant. Oh, ik hoop het van ganzen laten. Ik denk dat de mensen dit gaat lukken hoor. We zijn aardig zeker van onze zaak hier. En dit lukt wel met die poison spike traps en alles. Het gaat goed, Ed. Ik dacht dat ik laat ze niet daar voorbij komen. Ik doe dit wel goed. Poison spike traps zijn echt overbouwd, vind ik zelf. Kijk, hup, terug daarop. Ik kreeg even met die archers af met mijn zwaadje. Ik moet dus nog wel wat aan die verdediging van mij gaan doen. Wauw, lol. Omdat die dingen overpowered zijn, ga ik er heel veel op plaatsen. Oké. Onkalm blijven, dan komt het allemaal goed. Kijk, ik maak veel headshots. Het lukt mij wel dit. No problem. Even kijken of we hier nog wat kunnen doen. Ja. Oh, komen ze er nu in één keer boven? Aha, I see. Dat laat ik niet zomaar toe, jongens. Ik ben hier op dit level, echt gewoon level 6, ben ik echt heel vaak doodgegaan. Maar ik doe het nou echt goed, jongen. Kijk, er komen wel nog twee orkjes even langs, maar die maken gewoon even simpel dood. No problem. En geef toe, doe ik het met veel vallen? Nee, ik doe het niet met veel vallen. Maar voor een of andere rare reden doe ik het gewoon nou beter dan eerst ofzo, ik weet het ook niet. Kijk eens even jongens. Kijk gewoon hoe we dit doen. Kijk, en nu kunnen we zoiets als dit gaan doen. Oeh, hier is een goede one. This will be good. Inderdaad, this will be good. Nou jongen, dit gaat echt. Dit gaat overpowered worden dit. Oké. Maar die poison spike traps bleven ook. Oh god, nee. Poison spike traps bleven ook gewoon ook damage doen. Dat is ook waarom ik die poison spike traps ook zo leuk vind. En die had ik toen ik allemaal dood ging, had ik die allemaal niet. Dus ja. Ik weet ook dat er op een gegeven moment zo'n grote ogen eraan komt. Oh god, nee. Riftgrunners. Heeft alleen dit groepje het voorbij die poison spike traps gehaald. Oh, really? Wat? Daar was de big guy. Waarom gaat die dikke vette... Yeah! In the house, bitches. Ik ga meer van die dingen plaatsen. Meer. Barricaderen. Oké. Hele vloer vol met die meuk. Wauw. Ik zou niet eens zo'n riftgunner er langs gaan komen. Dat snap ik echt niet. Dingen zouden toch gewoon poor health moeten hebben eigenlijk, als je het, ja, redelijk bekijkt. Oh god, nee, meneer.
Oh god, nee. Rift runners. Zwaardmeuk. Gebruik het zwaard. Gebruik het zwaard. Even de binnenbelt. Even de binnenbelt, hè. Oh god, nee. Oh godverdomme. Godverdomme. Je moet gewoon dood, oké? Dankjewel. Hup, 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 hup. Munt. Yes. Meer van die dingen heb ik nodig hier. Oké, dit is ronde 9, jongens. Hier gaat het allemaal gebeuren. Ronde 9, laatste ronde. Waarschijnlijk 2 ogers. Dus dat is iets om rekening mee te houden. Maar vanaf nu ga ik altijd die poison spike traps gebruiken. De dingen zijn gewoon overpowered. Je ziet het wel. Hele groep met orks wordt uitgeschakeld. Nee. Oh, wat? Wat er mensen hier langs gegaan? Kijk dan wat hier ook langs gaat. Het is amper wat. Gewoon een handjevol orks overleeft die meuk ook, hè? Omdat ze poisoned zijn. Dus dat was volgens mij toch gesloten en alles. En volgens mij heb ik hier nog een kleine achter de fence. Kijk zo terug bij af. Oh, daar hebben we die ogen. Heeft al zijn eerste minions uitschakelen, maar. Op die ogen! Jongen, die ogen is ook al gewoon geen match voor mij, hè. Ogen dood. Hup, even health potion. Die zijn allemaal terug bij af, jongens. Jee! Ik heb het gewoon gedaan. Ik heb dit level verslagen. Gewoon door de poison spike traps. Yes, 4 skills. Gewoon omdat ik 1 keer dood ben gegaan. Even kijken. Campaign menu. Oké, wel. Nou, de volgende keer gaan we de stream doen. Maar goed, jongens, bedankt voor het kijken. Abonneer nog even als je het niet hebt gedaan. Ik vind dat deze video echt wel 20 likes verdient. Gewoon omdat dit gewoon zo'n awesome level was. Maar goed, tot de volgende keer, jongens. Bedankt voor het kijken. Abonneer dus. Volg me nog even op Twitter, @ShadowGamers23. En dan zie ik jullie later. Dus ja, later mensen.